wat is de betekenis van Spangen voor jullie? De betekenis van Spangen? Nou, Spangen is eigenlijk gewoon mijn thuishaven. En Spangen betekent heel veel voor mij, omdat ik hier ben opgegroeid. Dus Spangen is eigenlijk mijn alles. Nou, Spangen is sinds 2 jaar mijn nieuwe woonoord. Ik woonde eerst aan de Maartenesselaan, nu aan de Maartenessendijk. En ik woon daar heel erg prettig, in een heel vernield huis. En voor een zeer betaalbare prijs. Ik bedoel, wat wil je nog meer? Leuke buren, leuk buiten. Het gaat helemaal goed. Nou, Spangen betekent heel veel. Spangen betekent gezelligheid, levendigheid, gezellig met elkaar, openheid. Gewoon prettig wonen in Spangen. Ja. Een hele, een echte no-nonsense wijk, denk ik. Gewoon, doe maar gewoon. Toch een beetje dorps in een grote stad. Het ligt ook een beetje laag. Hè, onder, vooral een groot deel ligt beneden dijks. Ja, Spangen was voor mij vroeger een onbekende wijk. En ik werk er nu 5 jaar. En ik ben er steeds meer van gaan houden. Het is eigenlijk een hele leuke wijk. Enthousiaste mensen, er gebeurt heel veel. Dus positief. Heel veel kinderen. Heel veel kinderen. Weer een beetje aan het opkrabbelen uit de ellendige tijd, denk ik. Ja, Spangen betekent voor mij persoonlijk, laten we zeggen, dat is mijn eerste adres in Rotterdam-West. Toen ik ging studeren ben ik in Spangen komen wonen, op de Spangense Kade. Ja, en ik ben eigenlijk nooit meer weggegaan. En uiteindelijk is Spangen en Delfshaven is een deel van mij geworden. Dus Spangen betekent voor mij thuis, ja, een stukje thuis. Wij gaan de mensen ontvangen op een hele welkome manier. Vanavond laten we zien eigenlijk hoe Spangen is en wie we zijn. We laten dat op een hele gezellige, leuke manier zien, vol met optredens en acts. En we gaan vandaag ook ons bureau Spangen openen. En we gaan vandaag ook nog de website www.welkominspangen lanceren. Welkom in Spangen. Ja, dat klinkt mooi, welkom in Spangen. Maar vanaf vandaag is het meer dan een groet. Eigenlijk is het vandaag een project of een beweging. En ook wel een unieke beweging. Want jarenlang knokt Spangen eigenlijk al tegen een slecht imago uit het verleden. Want bij Spangen denken heel veel mensen nog steeds aan drugsoverlast, aan criminaliteit. Kortom, aan een wijk waar je niet moet zijn, waar je met een grote boog omheen moet. En dat is onterecht. Want de laatste jaren is er heel veel gebeurd in Spangen. De wijk is niet alleen opgeknapt, maar er zijn ook steeds meer initiatieven van wijkbewoners die de wijk leuk willen maken. En dat gaat eigenlijk hartstikke goed. En dat gaan we vanavond onder de aandacht brengen. Daarom zijn we ook zo blij dat jullie massaal zijn gekomen. We gaan het hebben over de positieve kant van Spangen. En hoe wij het als bewoners, politiek en ondernemers onder elkaar nog leuker kunnen maken. We hebben een mooi en vol programma vandaag. We gaan het wijkinitiatief Welkom in Spangen in het zonnetje zetten. We gaan het bureau Spangen officieel openen. Er is heel veel muziek, dans. De heupen gaan dadelijk allemaal voetjes van de broer. We gaan gezellig praten. Kortom, het wordt leuk. En daar gaat het om in Spangen. Het wordt leuk in Spangen. Maar wil je Spangen echt leren kennen, dan moet je op zulke avonden komen. Dan moet je in Spangen, met de mensen uit Spangen, samenleven, in contact komen. En dan ga ik zelf in Spangen hangen. Heb je geslapen vannacht? Want je hebt nog wel een taak, hè, nu? We gaan het wel officieel openen. We gaan van 10 naar 0 tellen. En dan open je. Jij mag op 10. Voel je die druk? Ja, ik voel hem. Ja.
Maar ga ik het alleen doen? Ik heb gehoord dat ik nog een beetje assistenties aan het krijgen. We doen het volledig digitaal. Digitaal? Ja. Ja, je kan met de muis dingen weer en dan op het startknop drukken. Ik overtref de verwachtingen, hij die zei dat ik woonde door de limiet achter ze. Hey! Ze wilde niet zeggen, ze wilde niet delen. Maar nu doen ze achter, ga mij niet vergeten. Nu ik kijk, het hart van mijn hoofd, ik heb maar geen graag. Ik van de zweet, ik heb een vrouw gehaald. Toen vond ik een groot, dat is uit de gedaan. Ja, ik maak stappen die ik niet verwacht. Ik heb een mooie aan mij. Hoe gaat u de mensen verwelkomen in Spangen? Met open arm. Met open armen, ja, met open armen, ja. Ik zou ze vooral aanraden om te komen wonen, want Spangen is gewoon een hele gezellige wijk in Rotterdam. Het is een rustige wijk. Het is een wijk met hele gastvrije mensen. Ja, ik zou zeggen, ja, welkom in Spangen. En we hebben natuurlijk heel veel creativiteit in ons kindercentrum, warme maaltijden. We zijn heel huiselijk en we proberen ons best te doen. Gezellige mensen, mensen die ook om elkaar geven, die oog hebben voor elkaar. Je kan hier gewoon heel goed wonen. Het is rustig, veel groen, veel water. Wat moet ik zeggen? Het is gewoon een hartstikke gezellige wijk. Ik denk dat ik, maar goed, dat ik vooral zou benadrukken van kijk eens hoe groot je hier kan wonen voor relatief weinig geld.